Ja, we vertelden u al eerder over de trieste recordcijfers qua explosies momenteel. Dat zijn er al meer dan 500 dit jaar. Nou, ze reden natuurlijk om extra ons best te doen om die ontwikkeling de kop in te drukken. En daarom hopen we dat u kunt vertellen wie deze man is. Gefilmd net voor een explosie bij een woonhuis aan de Wilgenhof in Vaassen. In het huis lag op dat moment een gezin met een kind te slapen. De mannelijke bewoner vertelt later aan de politie dat hij die nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 december rond 1 uur wakker wordt van een knal, waarbij hij eerst aan vuurwerk denkt. Ik was bang dat er iets onder mijn auto was gelegd. Mijn vriendin ging naar mijn dochter om te kijken of het goed ging en ik ben naar beneden gegaan. Toen ik de tussendeur van de trap opendeed, rook ik een sterke rookgeur en brandstoflucht. De dame van 112 adviseerde me om met mijn vrouw en kind achter in de tuin te gaan staan. Veilig advies, want het had ook een brand kunnen zijn. Het blijkt een explosie. Aan de kapotte drempel en het stuk uit de deur kunt u afleiden een zware ontploffing. Hier worden zo te zien twee flessen van een brandbom achtergelaten. Levensgevaarlijk zo met die spullen, de carport en de auto's, ook die van de buren. Gelukkig vatten die geen vlam. De man is goed vermomd met onder andere een petje en een jas met logo. Zijn schoenen hadden een reflecterend vlakje. Het gezin heeft geen idee wie hij is of waarom iemand dit bij hen zou willen doen. Herkent u hem? Zag u hem? Dan heel graag contact opnemen, ook als u vermoedt waarom dit is gebeurd of als u daar misschien ook wel verhalen over heeft gehoord.